betekent voor mij heel veel. Het is een echte erkenning, een hele eer. En ja, dat heb ik te danken aan mijn team, he, dat zij mij genomineerd hebben. Het is een echt een bekroning op mijn aantal jaren dienst. Ik al heb 20 jaar werk ik als verpleegkundige. En het is toch wel een hele mooie beloning. He. Echt wel. Ik vind het een heel mooie eer om deze prijs te winnen. En zeker door nog niet zo lang in de zorg te staan. Ik heb heel veel mooie complimenten gekregen en dat heeft mij wel... Het heeft wel iets met mij gedaan. Zeg. In het begin vond ik het heel overweldigend. Dat ik helemaal niet had verwacht, maar nu begint het. Zodat ik het er gewoon kan horen. Dus ja. Ja, mijn man en mijn dochter wil ik heel hard bedanken. Mijn team. Want zonder hen was het niet gelukt. Was ik niet genomineerd. Dus dat is zeker. En de teambuilding dat we er rond gedaan hebben voor te komen waar dat nu ben. Ja, vooral mijn gezin voor de opoffering, want ik ben echt niet veel thuis. Ja, in mijn team. Ik ben echt trots dat die zo achter mij staan, nu nog. En die zijn kei trots op mij. Elke dag hoor ik nog hier zijn, als de Nurse of the Year. Dus ja, super blij. Hè. Wat vind ik van een mini? Ja, dat is tof. We hebben dat geprobeerd en hebben hem langer krijgen. Wij vroegen wanneer moeten we hem terugbrengen. Ja, we bellen jullie wel. En wij hebben gezegd dat ze nu moeten haasten. Ja, heel goed, hè? Ja. Een droom. En natuurlijk ook de droom van mijn dochter. Want dat is haar droomauto. Een Mini Cooper. Dus als ik vanavond zou thuiskomen met de Mini Cooper, ga je eentje heel tevreden zijn. Thank you.